Boom, l'astre du jour fait boom. Vanavond breng ik jullie een aantal verhalen, variaties, wandelingen. De rol van het toeval in een mensenleven, hoe een mensenleven loopt. En wij denken altijd dat je als mens een groot deel kunt bepalen dat jij de keuze hebt om dit of dit of dat te doen. Terwijl het grootste deel is door toeval. Je loopt de straat over, je wordt overreden, je breekt je been en heel je leven gaat een andere richting op die het anders niet had genomen. Een van de studenten op deze foto zal later wereldberoemd worden. Eigenlijk is dit stuk voor mij een soort van kantelpunt. Waarom ben ik ooit theater beginnen maken? Dat was gewoon intuïtief zoeken en echt iets willen vertellen. Sinds zo lang heb ik me met schrijven geamuseerd, omdat ik geen vooraf bepaald doel had, ook geen strakke timing en geen dwang. Zowel als schrijver, als speler, als maker in het moment durven zijn. En dat deze tekst dan toch wordt genomineerd, dat is leuk, omdat dat voor mij een bevrijding is geweest, waar ik terug een heel groot plezier heb ontdekt. Verbindingsstrepen in een sterrenbeeld. Paden op een landkaart die een gehavend gebied beschrijft. Allee, dat is als schrijver geweldig om in een zaal te zitten en te zien hoe mensen hun teksten zeggen. Maar we komen uit een hele periode waarin toch de toneeltekst een beetje stiefmoederlijk behandeld werd, of zoals de aanleiding voor een voorstelling. En ik denk dat daar nog heel veel winst te halen is om trajecten te ontwikkelen waarbij schrijvers autonoom hun ambacht kunnen bijschaven, maar toch in dialoog met spelers, met huizen, met gezelschappen, dat die teksten gelezen en gespeeld kunnen worden en dat beroep zich toch meer kan ontplooien.